We verwelkomen Christel Fechner. Zij zwom als 16-jarige de 400 meter in Moskou. Inderdaad, ik heb lang getwijfeld. Maar ik denk dat achter alles er meer evocatie is en meer contact met dit schilderij dan dat van Collet. Ja, Collet zijn schapen en zo, maar heel mooi gemaakt, modern en zo. Maar uiteindelijk verkies ik dit schilderij omdat het mij tot rust brengt. En omdat er kleuren zijn die mij aanspreken, ook hier de schaduwen, de rond, het geel. En de beweging van de stof evokeert ook al het water. Hier heb je het water die op een zeer rituele manier ingeschonken wordt en met veel nederigheid. Maar zelf in de kledij heb je die beweging, die ronde beweging die ik altijd wel zeer kan appreciëren. Want ik ben eigenlijk ook styliste en misschien zwem ik niet meer iedere dag, maar die vloeiende lijnen komen zeer dikwijls in mijn werk terug. Dus denk ik uiteindelijk dat ik het liefst van al dit schilderij in mijn woonkamer zou hebben. Er zijn periodes in mijn leven geweest, vooral als ik zo 20, 21 was, woonde ik in Parijs. En ben ik in contact gekomen met mensen die zeer in die kunstwereld waren. Dus, en dat was surrealisme, Picabia en Duchamp en Ferro, al die mensen heb ik toen leren kennen. Dus dat was de moderne kunst, zoals u zegt. Maar ik moet zeggen, als ik naar een museum ga en ik zie dus 18e eeuw of zo, dan vind ik dat formidabel hoe dat alles bestudeerd wordt en hoe dat je toch een zeker academisme moet hebben. En ik hou van een klassieke basis. Ik denk dat iedereen vanuit een klassieke basis zou moeten tussen twee haakjes vertrekken. En dan is het die vrijheid des te meer gejustifieerd, meer verantwoord. Ik ben ook wel geholpen geweest door de omstandigheden en sommige mensen die dan foto's hebben genomen van mij, maar meer artistieke foto's en zo. En dus er waren ook al beschouwingen ten opzichte van de zwemsport en het water die meer esthetisch en een klein beetje intellectueel waren. En die zijn uitgegroeid en die hebben mij doen vragen stellen en die willen verwoorden of verbeelden met stoffen en nu ook met fotomontages. We hebben overlaatst de toon gesteld en ik heb toen oudere werkjes met zijde voorgesteld. Dus al mijn saris en mijn collecties heb ik meegebracht van India, die ik dus naast mijn werk aan het collectioneren was. En daar maak ik soms composities mee, of patchwork, laat ons het zo maar noemen. En toch heb ik een sprong gemaakt naar iets nieuws, naar fotomontage, die op gebied van techniek misschien niet zo goed is. Maar de evocatie was wel interessant, omdat ik dus bepaalde foto's uit verschillende tijdperken van mijn leven heb samengebracht of dingen die mij ontroeren. En daar ben ik heel graag mee bezig nu. Dus met fotomontages, gedrukt op canvas. Dus dat is wat dat ik graag verder zou willen doen.